Na een lange dag werken zit je thuis op de bank in het zonnetje. Maar wat drinkt u daar eigenlijk bij? Alcoholvrij bier of gewoon bier? Of meestal alcoholvrij, maar liever Radler. Ik ben zelf niet zo van het gewone bier. Ik ben meer van Radler. Maar zoals mijn vriend, die drinkt meestal gewoon biertje. Maar die pakt tegenwoordig ook heel vaak alcoholvrij juist. En in de laatste jaren is het 285% toegenomen met de verkoop van alcoholvrij bier. Hoe denkt u dat dat komt? Ik denk omdat ze worden steeds beter, ze worden dus ook lekkerder. Je merkt bijna geen verschil tussen de alcoholvrije en een gewoon biertje. Oké, bij speciaal bier natuurlijk nog wel. En mensen worden toch wel bewust van dat alcohol niet altijd goed voor je is. Wat heeft u liever, bier met alcohol of zonder alcohol? Met. Er is sinds 2010 285% meer alcoholvrij bier verkocht. Wat is daar denkt u de reden van? Wat daar meer de reden? Ja, dat is veilig, hè? Veiligheid. Als mensen op de weg moeten, dat terrasje en een alcoholvrij biertje erbij, hebben ze toch het gevoel dat ze bier drinken, maar wel alcoholvrij. Merkt u in de omgeving veel dat er meer alcoholvrij bier wordt gedronken? Van mijn vriendinnen wel, ja. Ja. Wat drinkt u dan? Een biertje met alcohol of een alcoholvrij biertje? Alcoholvrij, altijd. En waarom drinkt u dat en geen normaal bier? Op een gegeven moment zei de dokter van alcohol wat minderen. Nou, minderen helpt niet. Dus ik denk, dan stap ik helemaal over naar alcoholvrij. En dat bevalt me goed. En welke smaken drinkt u dan? Normaal het pils. De pilssmaak. Oké, en ziet u het ook in uw omgeving dat er meer alcoholvrij bier wordt gedronken? Ik ben lid van een grote biljartclub en daar wordt steeds meer van dat spul gedronken. Het is lekker weer buiten, na een lange dag. Drinkt u dan bier met alcohol of zonder alcohol? Ik drink helemaal geen bier. Sinds 2010 is het aantal alcoholvrij veel meer verkocht, met 285%. Wat is daar de reden voor, denkt u? Nou, ik denk dat het gewoon heel veel misbruik geweest is met alcohol in het verkeer. En ja, het is natuurlijk veel makkelijker om dan een lekker biertje zonder alcohol te nemen als je daarvan houdt. Dus ik denk dat de reden is dat het gewoon weer mag. Hè? Niemand kijkt er meer gek van op. Merkt u in de omgeving dat er meer alcoholvrij bier wordt verkocht? Ja, mijn man die drinkt ook alcoholvrij bier tegenwoordig. Die heeft bepaalde medicijnen waar hij geen alcohol bij mag gebruiken. En nou, dan doet hij een alcoholvrij biertje en dan doet hij gewoon gezellig mee. Normaal bier of alcoholvrij bier? Dan heb ik een gewoon biertje. Merkt u in de omgeving dat er meer alcoholvrij bier wordt gedronken? Klopt, ik zag gisteren nog een heel stuk op tv dat het steeds meer wordt. Steeds meer smaak in omloop en zo, dus het gaat goed. Het is lekker weer buiten, maar wat drinkt u daarbij? Echt bier of alcoholvrij bier? Echt bier. Echt bier, maar waarom geen alcoholvrij bier? Want in de afgelopen jaren is het 285% toegenomen dat mensen alcoholvrij biertje drinken. Waarom u niet? Nou, eigenlijk als ik een keer een biertje drink, wil ik gewoon met alcohol hebben. Nou, een lange werkdag zonder natuurlijk, want ik moet nog naar huis rijden. Ja. Er is sinds 2010 285% meer alcoholvrij bier verkocht. Waar denkt u dat de oorzaak van is? Ik mag geen merken noemen. Hè? Ik denk dat er een bepaald merk met citroen is, wat heel populair is, dat best wel bijdraagt. Merkt u er ook veel van in uw omgeving dat er meer alcoholvrij bier wordt gedronken? Ja, klopt. Mevrouw is gek op alcoholvrij bier. Met die citroen. Alcoholvrij bier. En waarom drink je dat? Ik ben nog geen 18. Je bent nog geen 18. En in je omgeving, drinken die dan meer normaal bier, alcoholvrij bier? Nou, vriendinnen van mij dan ook alcoholvrij bier. Maar zoals mijn ouders wel met alcohol. Een Radler of zo.